In de nacht van zondag 21 op maandag 22 mei zijn er in Veenendaal 2 autobranden ontstaan. Deze waren allebei zo heftig dat het vuur oversloeg op andere voertuigen. Xon sprak buiten beeld met een eigenaar van een van de voertuigen. Ik lag te slapen en toen hoorde ik hele harde knallen. En toen ging ik uit het raam kijken en toen zag ik dat mijn auto en een auto daarnaast in brand stond. Lichte paniek. Wat dacht ik? Ja, je denkt niet zoveel. Hoe is je auto er nu aan toe? Die is helemaal uitgebrand, dus die is vannacht gelijk weggesleept door een sleepdienst. Is er al iets bekend over de oorzaak? Nee, nog helemaal niet. Mogelijk brandstichting, maar dat weten we niet. Maar je hebt niks gezien? Nee. De politie wil nog niets zeggen over de oorzaak van de branden. Wel zijn de eigenaren van de afgebrande auto's aangespoord om aangifte te doen. En ook is de politie nog op zoek naar getuigen.